De bodem van Bitcoin is bereikt, of nou ja, de kans daarop is vrij hoog. Vandaag gaan we kijken naar technische analyse en we gaan specifiek kijken naar de RSI, die we op vier manieren gaan gebruiken om te zien dat het waarschijnlijk is dat de koers van Bitcoin binnenkort niet meer onder de 28.500 dollar komt. Deze video is natuurlijk geen financieel advies. Ik ben maar een Friese boerenzoon die video's maakt over crypto's en aandelen en die daarbij gebruik maakt van de fundamentele financiële en technische analyse om de beste crypto's te selecteren en de juiste instapmomenten te kiezen. Maar uiteindelijk maak je natuurlijk zelf jouw eigen financiële beslissingen, want zo bereik je echte financiële onafhankelijkheid. In deze video gaan we dus gebruik maken van de RSI en de RSI staat voor Relative Strength Index. Deze indicator meet de kracht van de prijsactie. En de RSI is heel erg veelzijdig en die kan dus op veel verschillende manieren worden gebruikt. De eerste manier heeft te maken met hoe laag of hoe hoog de RSI staat. De RSI heeft een waarde van 0 tot 100 en als die boven de 70 uitkomt, dan is de koers relatief hoog en is de kans op een daling ook vrij groot. Maar andersom, als de RSI onder de 30 komt, dan is de koers dus relatief laag en is de kans op een stijging relatief groot. Als we kijken naar de dagelijkse grafiek waarbij dus één candlestick één dag aan prijsactie is, dan zien we dat twee weken geleden ongeveer de RSI onder de 30 stond en dat hij nu weer aan het stijgen is. De vorige keer dat de RSI zo laag stond, was in januari dit jaar 2022. En toen daarna steeg de koers ook met meer dan 40% binnen een paar maanden tijd. En de keer daarvoor dat de RSI zo laag stond, was in mei 2021, een jaar geleden. En toen ging de prijs van Bitcoin omhoog met 140% in een half jaar tijd. Dus omdat die RSI nu ook relatief laag staat, is de kans ook aanwezig dat wij ook nu in de komende maanden tijd weer een stuk verder omhoog zullen gaan. De tweede manier waarop we de RSI kunnen gebruiken is om de RSI te vergelijken ten opzichte van de moving average. Wat is de moving average? Dat staat voor het bewegend gemiddelde, oftewel de gemiddelde waarden van de RSI. En als de RSI, dat is hier de witte lijn, als die boven de moving average staat, dat is de rode lijn, dan is dat een goed teken. Maar als de RSI, de witte lijn, onder de moving average, onder de rode lijn zit, dan is dat een slecht teken. En nu zien we dus dat de RSI boven de moving average zit en dat die moving average zelf, die rode lijn zelf, ook omhoog aan het gaan is. De vorige keer dat dit gebeurde was. Ook begin dit jaar 2022 en toen ging de prijs dus inderdaad bijna 40% omhoog. Voordat we naar de derde en de vierde manier gaan, even kort tussendoor. Dinsdag 7 juni om 8 uur s avonds ga ik een speciaal ingelaste crypto masterclass geven. Deze is gericht op complete beginners, dus als jij dit jaar in 2022 bent begonnen, meld je dan aan. We gaan kijken naar de Fufita-methode om de beste crypto's te selecteren. En die Fufita-methode is bedoeld om jou op een gestructureerde manier te laten investeren en traden. Het is bedoeld om jou duidelijke handvaten te geven om die juiste Crypto's te kopen op de juiste momenten. Als je dit allemaal wilt leren op dinsdag 7 juni om 8 uur 's avonds, dan kun je je aanmelden via nesami.com. De derde manier waarop je de RSI kunt gebruiken is bullish divergence. Bullish divergence houdt in dat je te maken hebt met een koers die in een dalende trend zit, terwijl de RSI in een stijgende trend zit. Dan is er dus een divergence, dan is er een verschil tussen die twee. De RSI stijgt terwijl de koers daalt. Dat is dus bullish divergence en dat is een goed teken. Momenteel zien we dat ook terug in de grafiek van Bitcoin op dit moment. De koers gaat inderdaad naar beneden en de RSI zit momenteel weer in een stijgende trend. Wat er dus voor zou kunnen zorgen dat er momenteel sprake is van een ommekeer van de trend. En de vierde manier om de RSI te gebruiken is door te kijken naar een patroon dat we momenteel zien op de wekelijkse grafiek. Waarbij dus één candlestick één week aan prijsactie is. We zien hier namelijk op de RSI een zogenaamde falling wedge of een soort van dalende driehoek. En we zien nu dat wij met de RSI Momenteel tegen de onderkant van die driehoek aanzitten. Dus kan het heel goed zijn dat wij in de komende weken, in de komende maanden, tijd weer omhoog gaan. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat wij weer tegen die bovenkant van die driehoek aankomen, en dan weer naar de onderkant gaan en weer naar de bovenkant. Maar het is ook heel goed mogelijk dat wij uitbreken buiten die driehoek, en dat zou heel erg krachtig kunnen zijn in de komende maanden, tijd. Zo hebben we de RSI dus op vier verschillende manieren gebruikt om aan te geven dat mogelijk de bodem is bereikt. Houd er alleen rekening mee, technische analyses geen. Heilige Graal. Het werkt niet in 100% van de tijden. Het is mijn eigen interpretatie en ik denk zelf dat er ongeveer 70% kans is dat wij nu een bodem hebben bereikt voor de komende weken/ maanden tijd en 30% dat we toch nog een stukje lager gaan. Als je zelf ook dit soort analyses wilt kunnen maken, kom dan langs bij mijn masterclass op dinsdag 7 juni om 8 uur s avonds. Dan gaan we kijken hoe we de beste crypto's kunnen kopen op het juiste moment. Aanmelden kan via de knop rechtsonder in je scherm. Bedankt voor het kijken. Ciao, ciao.